Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Ik neem het intro eventjes opnieuw op, want ik kwam er net achter tijdens het bewerken dat ik dus de beelden van maandag en dinsdag heb geweest. Dinsdag heb ik ook niet heel veel gefilmd, moet ik eerlijk zeggen. Dinsdag had ik namelijk een soort van shootdag met Kiki. Maar de lief ging ons shooten, want we hebben namelijk een winactie online staan van Colorful Rebel. Je kan namelijk samen met je bestie een hoodie winnen. Dus daar zijn we die dag voor gaan shooten. Toen heb ik ook niks gefilmd. Maar ik zal eventjes de post in beeld zetten van de winactie. Linkje staat in de beschrijving. Je kan nog meedoen tot 19 oktober, dus doe zeker nog mee. En maandag heb ik eigenlijk alleen maar online les gehad. Wel heel jammer dat ik die beelden heb verwijderd, want ik was er helemaal aan het vertellen over school en alles. Maar dat gaan jullie ook nog wel verder in deze video zien. Ik hoop dat jullie toch een leuke weekvlog vinden en veel plezier met kijken. Het is vandaag woensdag en zoals jullie misschien kunnen zien ben ik net wakker. Het is nu 10:15. En ik heb vandaag eigenlijk echt niks op de planning staan, dus dat vind ik echt heel erg lekker. Ik moet wel over een half uurtje eventjes FaceTime met mijn projectgroep. Want we hebben over 4 weken ongeveer een project dat we moeten inleveren. Dus we gaan nu een beetje een plan maken van hoe en wat en zo. Jasmijn en ik zijn samen de cameravrouw. Dus dat vind ik wel heel erg leuk dat we dat samen kunnen doen. Rodi zit helaas in een andere projectgroep. Dus daar kunnen we niet mee samenwerken. Maar die is toevallig ook de cameravrouw. Echt heel toevallig. Maar dat moet ik dus strakjes eventjes doen. Maar ik denk niet dat dat heel erg lang gaat duren. En verder vandaag moet ik nog wat pakketjes op de post doen. Even een retour sturen van de Zara en van de H&M. En verder ga ik denk ik gewoon lekker heel dag in bed liggen. Want ik heb echt nergens zin in. Ik heb gewoon echt helemaal nergens zin in vandaag. Oh ja, en ik kan een pakketje ophalen bij het tankstation hiernaast. Want daar had ik een pakketje laten bezorgen. Van mijn protein. Van die mix om pancakes van te maken. En van dat proteïnepoeder voor te sporten en zo. Ja, gisteren na het shooten heb ik eigenlijk niet echt meer gefilmd. Maar het was heel erg gezellig. We hebben best wel lang foto's gemaakt. Ik was daar om 2:30 en om 6:15 ongeveer was ik weer thuis. Dus we waren best wel lang weg. En het regende echt heel hard iedere keer. Dus we moesten elke keer tussen de buitjes door moesten we foto's maken. Maar ik weet niet of ik het dat verteld. Maar we gingen dus foto's maken omdat er binnenkort een Colorful Rebel winactie op onze Instagram komt. Dus dat is heel erg leuk. Dus daar gingen we foto's voor maken. Maar zij heeft een winkeltje in Den Haag. Dus ze wilde ook nog eventjes wat content zeg maar schieten voor dat Instagram account. Dus dat hebben we ook gedaan. Ze hebben best wel veel outfitjes op de foto gezet. Met een meisje, Madelief, die is sinds kort, of nou, die doet al heel lang fotografie. Maar die doet het nu dus ook echt als werk. En ze was echt heel erg lief. Echt een heel leuk meisje. Dus ik ga haar zeker onthouden voor als ik ooit iemand daarvoor nodig heb. Oh, ik lig nu op de bank en ik heb echt geen fit om op te staan, om me om te kleden of iets productiefs te doen vandaag. Maar hoeft op zich ook niet. Het is vandaag donderdag en zoals jullie misschien kunnen zien ben ik in het huis bij mijn vader thuis. Ik was hier echt al 7:45, maar het kwam gewoon eventjes makkelijker uit qua vervoer. Want Milan die werkt hier echt 5 minuten vandaan. En ik moest hier ook vandaag zijn, want Rowan die komt straks. Dus Mil heeft mij hier vanmorgen afgezet, zodat ik hier vast was. Want anders had ik geen vervoer om zeg maar hierheen te komen. Dus dat is heel erg chill. Gisteren heb ik natuurlijk eigenlijk niks meer gefilmd. En dat heeft wel een beetje een reden. Omdat ik een best wel, niet een heftig besluit, maar hoe noem je dat? Gewoon een besluit dat veel impact heeft gemaakt. Dat is namelijk dat ik dus ga stoppen met school. En voor degenen die mij echt heel goed kennen, die zien dit niet echt als een verrassing aankomen eigenlijk. Maar ik denk de mensen die mij alleen volgen via YouTube en Instagram, dat dat wel een beetje als een verrassing aankomt. Want ik heb er nooit echt iets uit laten merken in mijn vlogs eigenlijk. Voor de mensen die ook Rosa volgen en ook haar video hebben gezien, die ook vandaag online staat, die weten dat zij ook gaat stoppen. En ik wil alvast eventjes alles uit de wereld helpen van nee, we gaan niet stoppen omdat we anders stoppen. Nee, we gaan niet samen stoppen. We hebben allebei gewoon onze eigen redenen waarom we stoppen. En dat heeft niks met elkaar te maken. We hadden niet eens les met elkaar. We zaten niet eens met elkaar in de klas. Dus we hadden sowieso eigenlijk op die hele opleiding niks met elkaar te maken. Behalve het feit dat we elkaar kennen natuurlijk. Maar dat wilde ik wel sowieso eventjes de wereld uitgeholpen hebben. Voordat daar overal conclusies over worden getrokken en zo. Voor de mensen die mij nu pas een beetje gaan volgen. Of nu pas geabonneerd zijn. Ik heb vorig jaar heb ik mijn diploma gehaald. Voor een schoonheidsspecialist op het mbo. En afgelopen september, 1 september, ben ik begonnen met een hbo-opleiding Creative Business in Amsterdam. Ik heb gewoon echt gemerkt dat ik het hbo echt fucking zwaar vind. Om het even zo grof te zeggen. Maar ik vind het gewoon echt heel erg zwaar. En ik had het gewoon heel anders verwacht ofzo. En dan kan je zeggen van ja, je moet even doorbijten, je moet er even doorheen. Maar ik heb de afgelopen 5 weken denk ik
nou, iedere dag minimaal wel eventjes gehuild. Ik heb alleen maar gestrest erom. En ik heb er gewoon meer om gehuild en stress om gehad dan dat ik het leuk heb gevonden. En dat is gewoon natuurlijk niet de bedoeling van een opleiding. En eerst had ik met mezelf een beetje een deadline gesteld van oké, ik kijk het aan tot en met de kerstvakantie. En als ik het met de kerstvakantie gewoon nog steeds niet leuk vind, dan stop ik gewoon. Maar ja, ik ga die kerstvakantie gewoon niet redden. Dat is vanaf nu nog 3 maanden. En 3 maanden nog zo voelen. Als ik nu zeg van ik heb 5 weken op school gezeten. Het voelt serieus als 5 maanden en echt niet als 5 weken. 5 weken klinkt echt kort vind ik, maar het voelde echt als 5 maanden. Omdat ik me gewoon zo ellendig voelde. En ik had ook met mijn tentamen, ik had echt super goed geleerd. Ik had 1,5 week alleen maar zitten blokken. Ik had niet gevlogd, ik had niet met vriendinnen afgesproken. Dus ik echt alleen maar kon leren. En het ging zo slecht. En dat is dan ook zo'n tegenslag, zeg maar. Dat je denkt van ja, ik heb zo mijn best gedaan. En waarom lukt het niet? Ik word er gewoon niet gelukkig van. En ik heb het met vriendinnen erover gehad. Vooral met Rosa dan ook. Omdat die natuurlijk precies hetzelfde ervaarde als wat ik ervaarde. Dus dat het gewoon zo... Ze had gewoon echt verwacht dat ze het leuk zou vinden. En ik ook had echt verwacht, nou, dit is echt mijn opleiding. Dit past bij me. En dit wordt echt mijn ding. En dan zit je erop en valt het zo tegen. En dan is het zo lastig om die stap te zetten. Om dan te zeggen van oké, ik stop. Ergens in mijn hoofd had ik wel al van, ik ga het sowieso niet nog 4 jaar doen. Ik ga sowieso eerder stoppen. Maar het is gewoon heel lastig om zeg maar echt uit te spreken van ik wil stoppen. En ook gewoon, gisteren appte ik aan mijn ouders van, ja, ik wil gewoon stoppen. Ik vind het gewoon echt niet leuk. En die reageerden gelukkig heel lief. Van, nou, als dit jou niet gelukkig maakt, moet je dat niet doen. En ik had dat een tijdje geleden al tegen Dagmar gezegd. Omdat Dagmar had dit, zeg maar, wat ik nu heb, had zij op het mbo. Dat ze het gewoon echt niet leuk vond. En de studie paste niet bij haar. Dus zij kon mij ook hele goede raad geven. Zo ze zei ook van, je kan je niet 4 jaar lang iets forceren leuk te vinden als je het niet leuk vindt, zeg maar. En dat gaat je echt kapot maken. Want ja, je vindt het gewoon niet leuk. En je kan niet 4 jaar lang iets doen wat je niet leuk vindt. Dat trek je gewoon niet. Dus ja, dat heeft me ook wel echt heel erg geholpen, die gesprekken met haar. Omdat zij ook gewoon, zeg maar, soort van wist waar ze het over had. Als ik bijvoorbeeld tegen iemand zeg, zegt ze, ah joh, kijk het aan tot kerst. En dan denk ik van, maar je weet niet hoe kut ik me voel, hoe kut dit is. En zij begreep dat wel gewoon, omdat ze precies hetzelfde had. En ja, Rosa dan natuurlijk ook, want die heeft ook precies hetzelfde. Ja, ik wilde dus eerst aankijken tot kerst, maar toen dacht ik van, ik ga het gewoon niet trekken. Dus toen dacht ik, ik kijk het aan tot begin november, want dan heb ik mijn tweede toetsweek gehad, of mijn tentamenweek. En ik dacht van, we moeten nou ook een project inleveren met onze projectgroep. Dus dan laat ik hun ook niet stikken, weet je, dan blijf ik hun nog wel gewoon helpen tot die opdracht. Maar Rosa vertelde mij, zeg maar in verband met college gehad, dat je gewoon beter begin oktober, of voor oktober, voor eind oktober kan stoppen. Dus ja, daar zit ik nu wel een beetje mee van, ja, wat moet ik dan doen? Maar wat ik nu denk dat ik ga doen, is gewoon stoppen voor eind oktober. En dan zeg maar wel mijn projectgroep gewoon nog helpen. Ik zit dan officieel natuurlijk niet op school, maar ik weet wel de opdracht. Dus ik kan hem wel gewoon helpen voor een mooi eindresultaat. Dus ja, dat ga ik wel eventjes tegen hun zeggen natuurlijk gewoon. Maar goed, Rowan komt dus zo. Want we zouden eigenlijk vandaag aan school gaan zitten samen. Ik ga haar wel nog helpen gewoon met school eraan zitten en zo. Maar ik moet haar dus ook gaan vertellen dat ik dus ga stoppen. En dat vind ik wel echt heel lastig om te zeggen. Omdat we hebben zo erg soort van ons best gedaan om samen in de klas te komen. En we hadden er echt samen zin in. En dan ga ik nu zeggen dat ik wegga. En dat, ja, ik ken Ro gewoon. Ik weet ook dat ze dat niet leuk vindt. Dus dat vind ik wel lastig om te zeggen of zo. Ik hoop dat ik niet moet huilen als ik het ga zeggen. Want ik ben genoeg gejankt erom. Maar ja, ik weet, het is gewoon zo'n raar gevoel. Ik kan gewoon niet uitleggen hoe ik me nu voel. Ik voel me gewoon zo opgelucht dat ik eigenlijk gewoon heb gezegd, oké, ik stop. Dat ik gewoon dat definitieve besluit heb genomen. Het voelt gewoon echt als een opluchting. Ik heb ook zoveel lekkerder geslapen vannacht. Het is echt heel raar. Ik denk dat als je nog nooit in dat dilemma hebt gezeten van stoppen of doorgaan, dat je ook niet echt kan uitleggen wat voor opluchting het is. Of hoe die opluchting voelt. Maar het is echt gewoon een stuk beter. Rosa die twijfelt volgens mij nog wel een beetje van, ga ik hier nou nog wel een hbo doen of niet? Wel niet. Maar ik ben daar eigenlijk wel echt gewoon definitief over uit. Dat hbo gewoon niks voor mij is. Dat ik stop nu met het hbo, maar ik ga ook geen nieuw hbo beginnen. Ik kan altijd in de toekomst cursussen volgen voor dingen waar ik me in wil specialiseren. Maar een hbo ga ik gewoon niet meer doen. Wat ik nu wel ga doen en weer helemaal leuk kan oppakken. Ik heb natuurlijk met Charlotte samen vlot gehad. Daar zijn we mee gestopt. Maar ik vond het eigenlijk altijd wel heel erg leuk. Dus daar ga ik weer iets nieuws mee doen. Ik ga niet verder met vlot. Ik ga het in mijn eentje beginnen.
Daar heb ik volgende week een afspraak voor. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Maar daar zal ik jullie binnenkort wel meer over vertellen als daar meer zekerheid over is. Maar in ieder geval wil ik dus weer iets voor mezelf gaan beginnen. En daar ben ik ook wel een beetje mee bezig. Ik heb de naam en zo al bedacht. Het logo al gemaakt. Ik ben bezig met een website bouwen. Dus dat komt eraan. Zoals jullie weten heb ik natuurlijk een nagelcursus gevolgd. Ligt momenteel een beetje plat. Omdat ik het gewoon nog niet perfect kan. En ik wil echt pas klanten helpen als ik het perfect kan. Dus daar ga ik lekker mee oefenen. Zodat ik hopelijk vanaf december gewoon lekker klanten kan helpen daarmee. Dat lijkt me heel erg leuk. Ik ga die kamer verder afmaken. Want die is nog niet helemaal af. Dus dat wil ik binnenkort gaan doen. Gewoon die kamer helemaal perfectioneren. Zodat ik lekker klanten daar kan ontvangen. Ik wil lekker verder met YouTube. Ik heb echt mega veel ideeën opgeschreven. Laatst al. En dat kan ik nu eindelijk lekker allemaal gaan filmen. Dus daar heb ik echt heel erg veel zin in. Kijk. Tada, allemaal ideeën. Dus daar heb ik echt heel veel zin in. En ik heb mijn werk, zeg maar het zwemmen, weer geappt. Of ze misschien weer wat uurtjes over hebben dat ik weer een vaste dienst kan krijgen. Want ik ga natuurlijk niet alleen maar op mijn luie donder thuis zitten. Ik wil wel gewoon lekker werken. Maar ik heb dus gewoon heel veel dingen waar ik me lekker op wil focussen. En dan kijk ik vanzelf wel van oké, wat wil ik? Want bijvoorbeeld bij een marketingbureau werk lijkt me echt onwijs leuk. Dus misschien dat ik daar een beetje rustig voor ga kijken. Of ik daar misschien iets in kan vinden. Maar voor nu vind ik het prima zoals het nu is. En ik denk dat ik daar gewoon veel gelukkiger van ga worden. Dus vandaar dit besluit. Heel raar om het nu ook zo een soort van definitief te zeggen of zo. Ik weet niet. Ik vind het gewoon heel gek. Maar ik ben wel echt heel erg blij en heel erg opgelucht. En ja, ik ga zo meteen gelijk mijn studenten-OV stopzetten. Want ik reis toch niet met studenten-OV. Dus ik ga die gelijk lekker stopzetten. Dan heb ik daar geen gezeik meer mee. En eventjes wachten op het appje van mijn mentor. Of zij mij verder kan helpen met mij uit te schrijven. En ja, ik wacht tot mijn vader terug is. Ik ben eventjes naar de zonnebank geweest, want het mocht wel weer. Ik zag echt heel bleek, dus even lekker weer een kleurtje opgebouwd. Het is nu 11 uur en ik ben, zoals jullie zien, weer bij mijn vader thuis. Ik had vandaag weer de scooter nodig en Miel moest naar zijn werk, dus dat was gewoon weer handiger. Dus ik heb ook allemaal spullen meegenomen om me hier klaar te maken en zo. Ik ga even lekker hier douchen. Want ik dacht, ja, ik kan wel voor de zonnebank douchen, maar dat heeft ook niet heel veel nut. Dus ik ga even lekker douchen. En dan make-upje doen, aankleden. En dan ga ik vandaag even 2 foto's maken met Lynn en Stees. En dan gaan we lekker lunchen. En dan naar huis. Eigenlijk zou ik vanavond met Jet, Marieke en Zoe afspreken. Oh, ik ben helemaal bij het einde van die trap. Maar Zoe kon niet. Voor Jet kwam ook morgen beter uit. Dus ik ga morgen dan ook met hun. Dan ga ik eerst met Jasmijn en Rowan. En dan daarna met hun. Vandaar Zoe komt morgen ook niet. En Marieke wist het nog niet. Dus of alleen met Jet of met de rest. Ik ben wel heel blij dat ik naar de zonnebank ben geweest. Ik dacht nog van, zal ik wel gaan, zal ik niet gaan. Zal ik wel gaan, zal ik niet gaan. Maar ik ben blij dat ik wel ben geweest. Dus ik ga nu eventjes lekker douchen en klaarmaken. Ik heb eventjes klaargemaakt voor de eerste foto. Ik zie nu wel echt een hele grijze lucht aankomen. Dus ik hoop niet dat het gaat regenen. Zometeen als ik mijn schoenen en mijn jas aan heb, zal ik wel eventjes mijn hele outfit laten zien. Ik ga nu eventjes hier een beetje opruimen. Want als ik dan klaar ben met foto's maken, is Miel hier ook terug van zijn werk. En dan rijden we samen weer naar huis. Dus dan wil ik wel gewoon gelijk weg kunnen en niet nog eerst mijn kamer op moeten ruimen. Dus dat ga ik nu eventjes doen. En dan ga ik mijn outfit laten zien en dan ga ik richting Lynn Estates. En dan gaan we lekker foto's maken en lekker lunchen. En daar heb ik heel erg veel zin in. Ik wilde eigenlijk nog eventjes iets zeggen over gisteren. Ik had natuurlijk gisteren verteld dat ik ga stoppen met de opleiding. En ik wilde eigenlijk gewoon tot mijn tweede tentamenweek afwachten. Ik weet niet of ik dat gisteren heb verteld. Gisteren was het zo'n lang verhaal. Dus ik heb me vandaag uitgeschreven. Ik heb mijn studenten-OV stopgezet. Dus het is nu allemaal best wel officieel. Morgen ga ik met Jasmijn en Roan afspreken. Gisteren heb ik het Roan al verteld. Die reageerde gelukkig echt super lief. Maar morgen ga ik het Jasmijn vertellen. Want ik vind het ook zo lullig om het Jasmijn te vertellen in de groepsapp. Terwijl we gewoon best wel goed met elkaar zijn. Dus ja, dat vind ik een beetje raar om dat dan via WhatsApp te zeggen. Dus ik ga het morgen tegen Jasmijn zeggen dat ik ga stoppen. En als ik het dan tegen Jasmijn heb gezegd, ga ik het in de groep gooien van jongens, ik ga stoppen. Maar mijn projectgroep, als jullie nog mijn hulp nodig hebben, dan wil ik jullie gewoon helpen nog met dit project. Ik ben officieel uitgeschreven, maar ik vind het niet erg om hun te helpen. Omdat ik zou het ook niet leuk vinden als er opeens iemand gaat stoppen. En kijk, we zijn nog niet heel ver met het project. We hebben nog 4 weken voor het project. Dus er is ook een kans dat ze zeggen, nee joh, we hebben je ook niet nodig. Maar ik wil het wel gewoon hebben aangeboden, zodat ze wel weten dat ik hun wel wil helpen. Als ze hulp nodig hebben, zeg maar. Mijn schoenen heb ik ook aangetrokken. Die zijn van Sandro. De witte broek is van Nikki. En ik heb dit nieuwe jasje aan. Die heb ik deze week
ja, binnengekregen. Die had ik dus besteld. Die heb ik op zo'n vintage Instagram account gekocht. Ik ben er echt heel erg blij mee. En ik heb deze trui aan van Naked. En ik heb net water tijdens het tandenpoetsen laten vallen. Dus ik hoop dat dat een beetje opdroogt. Maar dit is mijn eerste outfit. Ook voor de eerste foto gelijk. En ik heb een staart ingedaan. Ik weet niet, vond ik wel leuker bij dit outfitje. En ik neem ook nog deze trui mee. Misschien dat ik een foto wil met deze trui. Of een blouse met een Spencer. Een beige Spencer die meiden hebben. Die mag ik dan lenen voor de foto. Maar ik twijfel nog een beetje. Dus ik neem het gewoon allebei mee. En ik neem echt sinds, ik denk oprecht sinds een jaar weer mijn Furla tas mee. Hij kleurt niet helemaal lekker bij dit outfitje. De trui is namelijk iets andere kleur beige. Maar hij staat wel heel erg leuk bij deze trui. Of deze outfit doe ik toch zonder tasje fotograferen. Dus. Dus ik ga nu naar Lynn & Stacey toe. En dan gaan we lunchen bij Ted's volgens mij. Stacey had daar gereserveerd. Ik heb er echt nog nooit gegeten, maar ik hoor er echt alleen maar goede verhalen over. Dus ik ben heel erg benieuwd. En ik ga die lekker meenemen. Dus ja. Zo lekker! Maar jongens, ik kom geen andere. Ik ben weer thuis in ons eigen huisje. In. Oh. Jullie vielen. Oké, wat kan ik hier even opzetten? Ik zet jullie wel eventjes op deze pot. Maar wij zijn weer terug in het huisje. In. Ik heb echt super lekker gegeten bij Ted's. Ik was er dus nog nooit geweest. En iedereen vindt het altijd echt goddelijk. En dat was het ook wel. Dat was echt heel lekker. Maar ik heb ook eventjes een pakketje opgehaald. Weer van MyProtein. Want dat was bij het tankstation afgeleverd. Als eerste heb ik de protein pancake mix. En ik was hier wel benieuwd naar. En dit is zeg maar zonder smaakje. Maar ik had natuurlijk die gekke druppels gekocht met smaakjes. Dus ik dacht, als ik dan die pannenkoekjes ga maken, doe ik er gewoon dat chocola bij. En dan heb ik gewoon chocoladepannenkoekjes. Maar dan op een soort van goede manier. En ik heb ook nog proteïnepoeder gekocht voor het sporten. Ik weet niet precies wat het doet, maar volgens mij is het dus dat het, er stond op internet in ieder geval, dat het goed is voor je spieren als je sport voor je spierherstel of zo. En je spieren, als je eraan gaat werken, zeg maar dat. Dus dat had ik besteld bij MyProtein, gewoon zo gekocht. Maar ik ben wel echt benieuwd naar die pannenkoekenmix als ik er dus zo'n druppeltje doorheen ga doen. Dat had ik dus in mijn vorige week vlog laten zien dat ik van die druppels had gekocht. Dus ik denk dat ik dit morgenochtend ga proberen en dat zal ik het dan wel eventjes aan jullie laten zien. Het is nu 5:30 of zo. Ik heb best wel laat geluncht en Mie heeft ook nog geen trek, dus we weten nog niet wat we gaan eten. Maar we hebben in ieder geval nog niet echt honger. Maar vanavond komt er dus echt een mega spannende aflevering van Love Island. Ik denk dat iedereen die Love Island volgt dit ook al weet. Maar er is dus een soort van kleine preview gegeven van de aflevering van vanavond. Dat Remco dus een vriendin in Nederland blijkt te hebben al. Terwijl die meedoet aan Love Island. En dat komt vanavond op tv. Dus echt, ik ga wachten totdat het 8:30. En precies om 8:30 zit ik klaar om die aflevering te kijken. Ik denk echt dat Videoland eruit gaat liggen. Want iedereen wil het zien. Maar daar heb ik dus heel erg veel zin in. En verder vanavond gaan we eigenlijk niet meer heel veel doen. Met Lynn en Stacey heb ik ook nog een paar fotootjes gemaakt. Dus dat is ook leuk. En ik had ook een foto gemaakt van het eten. En het zag er zo lekker uit. Dus die heb ik er ook op gezet. Maar goed. We hebben lekker Pokémon besteld. We hebben het bij Mr. Sushi besteld. Want dat is het enige waar je het hier in de buurt een beetje zelf je bol kan samenstellen. Ik heb gefrituurde garnaal, avocado, zalm, masago, komkommer en zeewier. Dus gaan we lekker opeten. En over 6 minuten staat Love Island erop. En vanavond zullen er 4 koppels veilig zijn. En gegarandeerd een plekje hebben in de finale. Het is vandaag zaterdag en ik ga jullie weer even op deze pot zetten. Het is vandaag zaterdag, het is nu 10:00. Ik ga even lekker een ontbijtje maken. Ik ga dus proberen die pancakes te maken, die proteïne pancakes. En ik ga er denk ik chocolade smaakje doorheen, dus dat ik lekker chocolade pancakes heb. Om 12:00 heb ik afgesproken met Ro en Jasmijn. Maar eigenlijk wil ik daarvoor nog even snel langs de stad. Want ik heb er iets gezien en online hebben ze het niet meer bij de H&M. Dus ik wil even naar de H&M in de winkel. Zodat ik het daar even kan halen. En Ro stuurt nu een spraaknemo. Oké, als het goed is gaan we nu dus bij Jasmijn meeten. En dan gaan we daarna naar Anne en Max, heet het volgens mij. Bij de Frederik Hendrik Laanstraat, weet ik wel wat het is. Gaan we daar lekker lunchen tot 2:00. Want Ro die moet om 2:00 weg.
Dus dat is een beetje de planning voor vandaag. Ik heb echt super veel leuke ideeën om video's op te nemen. Dus ik denk dat ik er morgen alvast eentje ga filmen. Ik ga er maandag eentje filmen, dus daar heb ik helemaal zin in. Maar ik ga nu eerst lekker pancakes maken. Met dat spul wat ik dus gisteren had binnengekregen. Of nou, besteld had. Oké. Ja, ik heb dus ook amandelmelk. En dat vind ik wel heel erg lekker. Dus ik denk dat ik het met amandelmelk ga doen. Dat is ook beter dan normale melk. Oké, ik ga er denk ik eentje gewoon normaal maken. Zodat ik ook gewoon de normale smaak kan proeven. Zeg maar van de pannenkoekjes. En eentje met chocola. Ik denk dat ik dat ga doen. Trouwens, maar moet ik nog doen voor als je denkt, jezus, dat zie je eruit. Met al die dingen, met al die maatregelen, met alles waar we over een week mee gevallen. Wordt het feestje dus eigenlijk gewoon zo verpest van de. Ik ben alleen nog niet zo goed in mooie ronde pannenkoekjes krijgen. Kijk, dit lijkt net een gebakken ei. Dit is zonder chocola. En dit is met chocola. Dus ik ga deze zometeen even omdraaien. En deze denk ik gewoon eventjes door het midden doen. Dan heb ik gewoon driehoekige pannenkoekjes. Oké, de pannenkoeken zijn af. Zoals ik zei, moet ik nog een beetje oefenen met de vorm. Maar goed. Ik ga denk ik eerst degene proeven zonder chocoladesmaak. Oké, ik ben echt heel erg benieuwd. Ik ga er verder niks op doen. Want ik eet altijd mijn pannenkoeken zonder iets erop. Oké. Nou, ze zijn niet vies, maar ik vind er nou niet heel veel smaak aan zitten of zo. Oké, ik ga die chocola proeven. De chocola is wel echt heel lekker. Je proeft gewoon lekker chocola erin. Ja, logisch, maar het is dus gewoon op een gezonde manier. Ik ben alweer een tijdje thuis van het lunchje met Roon en Jasmijn. Was heel gezellig. We gingen dus bij Anne Max eten. Het drinken was heel lekker wat ze daar hadden, maar ze hadden qua eten niet heel veel keuzes. Dat was wel jammer. Maar ik had wel een lekker broodje met mozzarella en tomaat en pesto en zo. Dus dat was wel lekker. Maar het is ondertussen alweer avond en tijd voor avondeten. Miu die gaat zo meteen met de jongens eten en dan gaat hij karten. Dus ik ga lekker wat eten voor mezelf maken. En ik had dus echt heel erg veel zin in couscous. Dus ik ga nu het water laten koken. Wat ik altijd doe is, ik pak bouillonblokjes. Ik zal ze eventjes laten zien. Zo, van die Maggi blokjes doe ik er dan in. Twee, of nou zeg maar één zo'n setje en daar zitten er twee in. En een eetlepel olijfolie. Met 100 ml kokend water. Dan laat ik dat eventjes in de pan staan. En als het dan kookt, zet ik het gas uit. Dan doe ik 75 gram couscous erbij. Laat ik het 5 minuten met de deksel erop staan. En dan kan je het zeg maar gaan rullen. Milan is eventjes voor mij naar de Albert Heijn lopen. Super lief. Om ingrediënten te halen voor in de couscous. Want ik doe er dan altijd zalm, avocado, feta, tomaat en komkommer in. Maar dat hadden we allemaal niet meer in huis. Dus Miel zat eventjes voor mij halen. En ben ik ondertussen de couscous aan het maken. Ik heb dus echt heel erg veel zin om lekker aan YouTube te gaan vanavond. Ik wilde eigenlijk vanavond een avondroutine opnemen. Misschien dat ik dat ook ga doen. Alleen het is buiten echt heel slecht weer. Waardoor het licht gewoon heel slecht is. Ja, ik heb hier geen ringlamp. Dus dat is een beetje vervelend. Dus daarom twijfel ik een beetje. Maar ik heb wel zin om dat eigenlijk op te nemen. Dus misschien dat ik dat wel gewoon lekker ga doen. En lekker filmpjes vanavond kijken. Ik ga denk ik de film After kijken. Want ik wil binnenkort naar deel 2. Dus ja. Het is vandaag zondag en ik wilde eigenlijk zeggen goeiemorgen, maar het is al middag, want het is 1:15. Gisteravond probeerde ik dus een avondroutine op te nemen, maar het was zo donker en ik heb hier mijn ringlampen niet, omdat die bij mijn vader staan. Dus ik vond het gewoon echt niet mooi, dus ik denk dat ik mijn ringlamp binnenkort maar eventjes hierheen haal. Dan ga ik wel gewoon eerst een ochtendroutine filmen, want dan heb ik natuurlijk een beetje dat licht. Maar het was zo donker en het was echt niet mooi, dus beetje jammer, maar ik heb het geprobeerd. Gisteravond heb ik wel nog echt heel erg veel aan mijn dingetje gezeten. Wat ik natuurlijk vertelde dat ik weer een soort van eigen webshop wil. Dus daar ben ik gisteravond heel de avond mee bezig geweest. En het wordt geen dingen inkopen, maar echt een beetje zelf ontwerpen. Dus ja, daar heb ik echt mega veel zin in. Maar het is vandaag dus zondag en ik heb al het hele huis opgeruimd. Ik heb de keuken schoongemaakt. Ik heb de woongedeelte zeg maar helemaal
ontstoft en schoongemaakt. Ik heb bed opgemaakt. Ik heb de was aangezet en opgehangen. Dat staat nu daar te drogen. Ik heb de badkamer schoongemaakt. Ik heb nu de handdoeken in de wasmachine gedaan. En ik heb voor het eerst dat drogersysteem uitgeprobeerd. Want we hebben dus een droger en een wasmachine in één. Dus ik heb dat nu geprobeerd. Dus ik hoop dat dat werkt. Ik heb gestofzogen. Dus alles is weer lekker helemaal schoon. Ik ga even ontbijten, want ik heb echt heel erg veel trek. Ik denk dat ik lekker een eitje ga maken. Want Miel was dat vanmorgen aan het maken en dat rook zo lekker. Dus daar heb ik nu ook zin in. Milan die is naar de voetbal, want die moest voetballen. Dus die komt over denk ik 1,5 uur thuis of zo. En dan ging hij mij helpen eventjes met de website bouwen. En hij is ook een website aan het maken. Dus dan gaan we elkaar gewoon eventjes een beetje helpen. Dus daar heb ik ook heel erg veel zin in. En ondertussen ga ik lekker filmpjes kijken. En dus eventjes lekker eten. En ik heb weer deze trui aan van Naked. Maar het zit gewoon zo lekker. Maar er ligt dus een beige was klaar. Dus ik ga morgen de beige was doen. En dan kan deze trui erbij. Dus ik ga eventjes lekker wat te eten maken. En dan... Ik ben op mijn plaats. En dan lekker YouTube filmpjes kijken. En dan zo meteen een keer verder aan de website. Oh my god, trouwens. Ik wil jullie dat laten zien. Ik had dus altijd van Blistex. Had ik de blauwe lippenbalsem. En die vond ik al heel chill. Maar nu had ik dus van de week deze gekocht bij het kruidvat. En die is zo lekker. Het heet Triple Butter. Dus 3 verschillende soorten boter. Maar het is gewoon echt vernieuw je boter. Alles door elkaar heen. En het is zo ontiegelijk lekker. Trouwens, ik wilde vragen of jullie nog misschien leuke video-ideetjes hadden. Want ik heb er dus al heel erg veel. Maar ik wil gewoon proberen iedere vrijdag een extra video te uploaden. Dus alle ideetjes zijn natuurlijk welkom. Dus laat dat eventjes in de reacties weten. Ik ga lekker een eitje bakken. Oh, we hebben nog 2 eitjes. Top. Dat hebben jullie bepaald. Er is massaal gestemd geweest. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Aanstaande vrijdag komt er een kledingopruim video online. Ik ga heel mijn kledingkast namelijk opruimen. Dus ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie snel weer. Doei!